Hoi, leuk dat je kijkt naar Paardentv. Vandaag ga ik voor jullie een avond stalroutine filmen. Wil je weten wat wij allemaal standaard 's avonds doen voor onze paarden? Dan moet je even blijven kijken. Oké, het is nu dus avond en het is nu 6:30. En normaal gesproken begint de vaste avondroutine meestal tussen 6 en 7 uur 's avonds. Het is nu dus avond en het stal is nu een beetje rommelig. Alle deuren staan open, hier liggen allemaal spullen. En alle buitendekens hangen nog voor aan de boksen. Dus het is rommelig en we moeten het allemaal opruimen voordat morgen weer een nieuwe dag begint. En het eerste waarmee we altijd starten is met hooi voeren. Dus dat ga ik nu doen. En ze krijgen dan tussen 6 en 7 krijgen ze hooi. En pas later, ongeveer 2 uur later, krijgen ze pas brokjes. En het is goed voor je paard om eerst het ruwvoer te geven en dan daarna pas de brokken. Omdat paarden een verteringssysteem hebben waarbij dat het allerbeste werkt. Dus ik ga ze nu allemaal hooi geven. En dan ga ik daarna een beetje opruimen en dan gaan we weer verder. Dit is ons hooisysteem en de paarden hier die krijgen nat hooi. En deze bak wordt dan gevuld met water en dan iedere keer zeg maar schoon water. En dan kunnen we het hooi kunnen we hierin dopen. Dus zo'n hele baal wordt hier dan ingedoopt. En dan wordt hij eruit gehaald en dan gaat hij in de kruiwagen. En deze kruiwagen en die kruiwagen hebben aan de onderkant gaatjes erin, want dan kan het water eruit lopen. Dus als je het dan gaat voeren, dan is het niet zeg maar helemaal super zeiknat dat heel je stal nat wordt. Ik ga jullie hier inzetten. Zo, kijk, ze gaan nu allemaal hinniken, want ze weten dat het eraan komt. Zo. Hier, gaan jullie even daar zitten. Oké, dan is het nu tijd om de dekens op te ruimen. We hebben aan iedere box hebben we zo'n rek. En gedurende de dag, als ze buiten staan, dan krijgen ze vaak een buitendeken op. En hier bij Imisco hangt er dan een buitendeken en ook een zweetdeken, want Imisco is al gereden. En toen had hij een zweetdeken op en hij heeft nu weer gewoon zijn staldekentje op. En hij heeft hier zijn zweetdeken en dat hangen we dan zeg maar voor aan de box. Maar aan het eind van de dag willen we dat altijd opruimen. Want stel je nou voor, ja kijk, het is nu natuurlijk niet zo heel erg netjes opgeruimd. En stel je nou voor dat er een paard heel dicht langs gaat, dan trekt hij dit er heel makkelijk af. En het is gewoon ook best wel rommelig zo. Dus de zweetdekens die gaan naar de voerkamer, daar liggen alle zweetdekens. En de buitendekens, die gaan ergens anders naartoe. En ik weet eigenlijk niet of ik jullie dat wel eens heb laten zien. Maar die gaan hier naartoe. Kijk, dit is nu echt super leeg, maar we hebben hier van die rekken en daar kunnen dan de buitendekens overheen. En het fijne als ze zo ophangen is dat als ze nat of vies zijn, als het bijvoorbeeld heeft geregend, dat ze dan zo ophangen dat ze dan kunnen drogen. Dus daar hangen dan altijd alle buitendekens. Het is nu 9:15. Ik ben weer terug op weg naar de stal, want ik ben net gewoon binnen geweest en ik heb zelf ook gewoon gegeten. En nu krijgen de paarden nog brokken, als ze tenminste brokjes krijgen. Nu krijgen ze toevallig allemaal brokjes, maar soms hebben we wel eens paarden die krijgen iets speciaals of die eten bijvoorbeeld alleen maar muesli. Nu krijgen alle paarden toevallig brokjes. En als er nog paarden staan met zweedekens op, dan krijgen ze ook allemaal weer hun staldekentje op. En we doen ook de boksen. Ik hoef vandaag alleen maar bij Halloween zijn dekentje te wisselen. Dag jongen. Halloween staat onder deze deken. Dit is trouwens een speciale deken. Dit is een therapiedeken. Hier ga ik later nog meer over vertellen. Maar dit werkt echt super goed. En dit is de staldeken en die staat hier nu een beetje te besnuffelen. Kom, even dekentje wisselen. Dan doen we s'avonds ook altijd de boksen en hier hangen bezems, scheppen, van die uitmestvorken, alles wat je daarvoor nodig hebt. Hier staat meestal de kruiwagen, maar die is nu met papa mee, want papa die doet altijd de boksen s'avonds en vaak ook 's ochtends. Die is daar zo ergens in de verte, staat die de boksen uit te mesten. En wat we dan doen, kan ik even hier laten zien. Kijk, dit is even een boks zonder paard. Kijk, normaal gesproken dan mesten we op zaterdag altijd uit en dan gaat alles eruit en die hele stal gaat leeg. En dan kunnen we ook goed de bodem goed schoonmaken, want daar gaan heel vaak vieze bacteriën zitten en zo. Dus kunnen we goed de bodem schoonmaken en dan gaat er heel veel nieuw stro in. En vanaf dan doen we elke dag, 3 keer per dag, sowieso de poep eruit, want een paard poept ongeveer 15 keer per 24 uur. Dus als we dan 3 keer per dag de poep eruit halen, dan blijft die stal veel langer schoon en veel langer droog. En als het nodig is, dan halen we ook de natte plekken eruit. En meestal krijgen ze dan 1 keer in de week, als het nodig is, wat extra schoonstro.
Halloween is bijvoorbeeld hartstikke vies, dus die krijgt vaak wel 2 keer per week extra stro. Maar Parino is super schoon, die heeft nooit schoon stro nodig. Die heeft echt, net als hier, kijk, deze box is echt super mega schoon. Dus deze box heeft bijvoorbeeld helemaal geen nieuw schoon stro nodig, want die heeft nog super veel schoon stro. Ze krijgen hier wel altijd veel stro, dus dat ze lekker zacht staan, dat ze lekker zacht matrasje hebben. Ja, dus dan doen we de boxjes en dan morgenochtend weer en dan tussen de middag weer, dus 3 keer per dag. Zo, dan is het nu tijd om brokjes te geven. Open doen. Hier hebben we de brokjes en Parino is de enige die dit krijgt. Dit is voor oude paarden. Dan krijgen ze lekker hun brokjes. Kom maar, Kar. Wacht, ik kan jullie vast wel op die kar zetten. Dan kunnen jullie meerijden. Ik rijd me even naar buiten en dan zet ik jullie op die kar. Dan moet het natuurlijk nog even geveegd worden. En jij moet ook eten, Sammy. Jij moet ook even eten. Kom, gaan we ook even Samson eten. Kom maar. Misschien weten jullie dit niet, maar wij hebben dus ook 2 poezen. En de poezen die horen eigenlijk in de stal te wonen. Maar toen Samson hier kwam wonen, vonden de poezen het hier niet meer zo heel erg leuk. Dus ze zitten heel vaak gewoon bij ons in huis. Maar ze kunnen nog steeds hier in de kantine, want hier wonen ze dan. Nou, hier woonden ze eerst en normaal gesproken moeten ze hier ook gewoon slapen. Dus hier hebben we kattenluik. En Samson kan niet in de kantine, dus de poezen gaan gewoon vanaf buiten door het kattenluik. En gaan ze hier gewoon 's nachts slapen. En ze hebben hier 's nachts ook eten. Maar ik zie dat mama al eten heeft gegeven. Dus de poezen die hebben ook gewoon lekker eten. En soms, heel stiekem, dan doe ik ook wel eens een poes binnen laten slapen bij mij op mijn kamer. Want ik vind dat heel gezellig. Maar dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Kom Joker, kom. Volgens mij zijn we bijna klaar. Lichtjes uit. Dan zijn we bijna klaar. Ik ga altijd aan het einde nog even een rondje langs alle paarden. En dan kijk ik allemaal even naar ze. Want stel je nou voor dat er eentje is die zich niet helemaal lekker voelt. Of die een beetje raar doet. Of die bijvoorbeeld niet zo goed eet. Dan kunnen we daar nu gewoon naar kijken. En dan weten we nu gewoon zeker dat ze gezond zijn. Hallo Halloweentje. Dag schat. Dan weten we zeker dat ze zich nu gewoon goed voelen. Want we zijn pas weer op stal morgen meestal tussen 6 en 7. Dus ze zijn al nu zeg maar, laten we zeggen zo'n 8 uur zijn ze alleen. Dus stel je nou voor dat er nu eentje is die zich niet zo heel erg lekker voelt. Dat is gewoon niet zo heel erg handig. Dus dan kijken we nu allemaal of ze zich nog allemaal goed voelen. En dan zien we ze morgen weer. Dan moet ik nog de voerkamer dicht doen. Want stel je voor dat er 's nachts een paard ontsnapt en die breekt in de voerkamer en ze eten al het voer op, dan kunnen ze ook coliek krijgen. Dus die doen we op slot. Zadelkamer is al op slot. En dan gaat Samson altijd heel zielig doen. Nou hè, Samson, verschrikkelijk hè, dat je nou alleen moet slapen. Ja. En dan moeten we alleen nog even de radio uitdoen. En de lichtjes uit. Zo. Dag Sammy. Dit is trouwens een noodlampje. Dat gaat dan zeg maar aan op beweging. Dus dat is het enige lampje nu. En dan helemaal achter in de stal zo'n nooduitgang licht. Dag Sammy. Lekker slapen. Tot morgen Sammy. Tot morgen. Deurtje op slot. En dan even naar het hek, want het hek moet ook op slot. Zo. Deze ook op slot. Ja, deze is ook op slot. Zo, jongens. En dan zijn we klaar. Dat is de avondroutine, zeg maar, die gewoon altijd vast is. En elke dag is anders. Elke avond is anders. Soms komen de mensen 's avonds paarden rijden. Soms komen ze juist 's middags of 's ochtends. Soms dan, als het echt super lekker weer is, zomers, dan staan ze soms nog wel eens laat buiten. Dus elke avond is weer anders. Oh ja, ze krijgen ook niet. Oké, ze krijgen wel altijd ongeveer hetzelfde eten. Maar stel je nou voor dat er een paard een dagje vrij heeft gehad. Of dat zijn baasje op vakantie is. Dan krijgen ze altijd veel minder krachtvoer. Dus het eten wordt ook nog wel eens een beetje aangepast. Maar dit is
meestal, zoals de hele avondroutine eruit ziet vandaag. Ik heb geen idee wat er aan de hand is met de camera, want het is echt net of het nog licht is. Maar ik zweer je dat het donker is. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zijn er nou nog andere routine dingetjes voor een wedstrijdroutine of iets dergelijks die je graag wil zien? Laat het dan hieronder achter in de comments, want dan kunnen we dat ook gewoon filmen. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!